De Stichting Kids is in 2001 opgericht door ouders van kinderen met een niet-progressieve hersenbeschadiging. Het doel van de stichting is om kinderen met bewegingsstoornissen die het gevolg zijn van zo'n hersenbeschadiging extra ontwikkelingsmogelijkheden, uitdagingen en kansen te bieden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een functionele benadering en gewerkt volgens de uitgangspunten van de conductieve methode. De grondbeginselen van de conductieve methode zijn in de 50e jaren in Hongarije ontwikkeld door de neuroloog en orthopedagoog András Pethő. Pethő ging ervan uit dat kinderen met een niet-progressieve hersenbeschadiging zowel cognitief als motorisch goed te stimuleren zijn. Lichaam en geest werden door hem als geheel benaderd. De kinderen werden voortdurend op hun mogelijkheden aangesproken en gestimuleerd zich verder te ontwikkelen.